kijken hoe deze ploeg zich houdt vandaag. Er is afgetrapt hier. We zijn bezig. Staphorst heeft de bal. De aanvoerder. Dirk. Strakke bal hoor. Goeie bal. Glijdt lekker door. Kijk eens of dit... Dit is een goede bal ook. Oh, legt hem eigenlijk... Jammer. Had hij misschien meer zelf mee moeten doen. Maar... Wel leuk bedacht. Klaarleggen. Achter het standbeen. Kan opendraaien. El Ghazouani, linkerbeentje. Stef Nijland. Bal valt. Oh, eerste schot op goal. Op de handschoen van doelman Jorik Maats. Eerste kans voor DVS. Zesde minuut. Erin Touran Yavuz. Bal weggewerkt. Nummer 19. Nu is er wel heel veel ruimte. Heel veel ruimte. Kijk eens hier. Ja, geen buitenspel. Daar is goed hoor. De spits. Ja. Doet ook zijn werk achterin. Maar dit is gevaarlijk hoor. Zo'n mooie bal. Dit is een mooie bal. Helemaal zeg. Vrij. Klaarleggen. Jammer. Dat werd goed verdedigd. Ja, Matthijs Verheul. Ja. Moest wel een corner ervan maken. Want het was... Zat daar goed bij. Voor Arzini denk ik anders een makkie geweest. Hoekschop. Staphorst. Ja, gevaarlijk daar leken te worden. Maar het komt DVS goed weg. DVS. Veel ruimte ook wel tussen verdediging en aanval. Ja. Dat viel me al een paar keer op bij DVS. Lang veld. Ja. Goeie bal. Oh, Nicky van Hilten. Die verwachtte die niet meer. Nee, ik ook niet meer eigenlijk. Maar... En niemand. Kunnen we zeggen, want niemand verwachtte hem. Niemand. Kan hem niet verwijten. Goh, dat... Je hoeft hem alleen maar je voet vooruit te steken. Lijkt iets lichter te worden. Scherp hoor. Goed verdedigd daar. Maarten van Dijk moest ook tot het gaatje gaan. Allemaal voetballend wil oplossen, maar Staphorst nu... Hensbal. Voordeel. Dat is een goede bal. Nu is het 3-3 als ze opschieten. Maar de vierde man sluit snel aan. Strak voor de goal langs. Lars Huber probeert het met een hakje. Deze bal blijft binnen. Aanval is nog in leven. Ben Moussa. Maarten van Dijk. Nu weer een omschakelmoment. Kwispel kan hem aannemen. Ruimte aan beide zijdes. Gok op buitenspel een beetje van Tim van den Berg. Scherp gevlacht door de grensrechter, door het appel daar. Omar El Ghazouani. Dit is allemaal gebeurd te vaak. Het zijn van die leuke, vlugge 1-2'tjes op het middenveld. Maar de opschakeling... Schiet hier wel een keer door. Staphorst de hele tijd alert. Goed hersteld van de beide centrale mannen. Bij DVS. Hij kan er nu nog inschieten. Dan is wisselen lastig. In tweede instantie nog kan hij erbij. Nicky van Hilten niet. Kwispel wegdraaien. Komt de wissel op tijd. Overtreding. Geen overtreding. Hey. Mag verder. Komt de wissel op tijd? Of gaat Staphorst er... Van het einde. Legt hem zo pan klaar op het hoofd van... Buitenspel. Sander de Grote. Buitenspel. Stefan de Geiter. Nee, het is... Direct wisselen. De jongste van het cel. Arzini. Maar DVS moet wel opletten, want dit is weer zo'n typische DVS-wedstrijd. Mooi gevoetbald. Dat lukt. Nou, doortrekken. Je bent helemaal alleen. Geef hem eens ongelijk. Gewoon proberen. We zeiden het voor, dat hij helemaal alleen was. Dat hoort hij. Goeie bal. Goeie inspeelpaas. Op Ben Moussa. Ben Moussa nu uiteindelijk El Ghazouani. Bal richting eerste paal. Klaarleggen. Lars Huber, kan je daar wat mee? Schieten op het gezicht van Kjeld Engbergs.
Turan Yavuz. Bezetting voor de goal hebben we nodig. Die is er niet. Lars Huber kwam vanuit de tweede paal. Stef Nijland nu. Bal richting de verre hoek. Keeper zag hem laat. Van de linkerkant wordt er goed bediend. Maar het is vaak nog niet voor de goal bezetting. Opletten, DVS. Heel makkelijk, Tim van den Berg. Het is heel gevaarlijk, dit. Heel veel ruimte ook voor Haanstra. Kappen en draaien. Frank Olijven. Nicky van Hilte half. Ali Akla ertussen. Ali geraakt. Zo, daar kwam er eentje invliegen. Hey. Gelukkig gaat het allemaal goed. Kijken wat DVS met deze aanval kan doen. Huber. Stef Nijland. Op de paal. Oh. Grootste mogelijkheid tot nu toe. Legt hem heel netjes klaar voor zichzelf. Nu dan. Zoeken. Ah, dan is dit weer net niet lekker. Kan hij daarbij? El Ghazouani houdt hem in zijn bezit. Ja, dat doet hij. Huber. Onder druk. Ja, het is bijna rugby, hè? Over die touchdown. Ja, we doen een over de lijn lopen. Eerste bal voor Evre. En ook van Nassim El Blak. Dit is mooi. Goeie wissel tot nu toe. Bal erin gebracht. Akla! Ja! Hey! Goeie wissel tot nu toe. Ja, dit is... buitenspel. Ah. Buitenspel. Moeilijk te zien op de beelden. Dat was een verre voorzet. En, we filmden de voorzet. En toen later komen pas de spitsen in beeld. Dus dat is vanuit ons niet vast te stellen. Balverlies. Goed. Gevaarlijke bal. En er komt een aanval aan. De aanval is nog bezig zelfs. Boom. Hoppa. Oh, weer die. Jorik Maas in de hoek ligt hij weer. Nee, is geen buitenspel. Nee. Nassim. Doorlopen. Is te makkelijk om... stil te staan met je handje in de lucht. Oh, opletten. Terwijl je voorwaarts wou eigenlijk. Moet je in de achteruit. Gaat de schot komen. Piotr! Moest ook naar de hoek. Het is een leuke slotfase hier. Ja, ik was net aan het kijken op het blaadje hoe die heet. Maar het was Julius Duit. Komt naar binnen. Tikt hem op de paal. El Ablak. Steek hem naar... Salasiba, controle. Bij je dat ding. Goeie bal. Nou, Stef Nijland. Nou. Verhoek. Zo. Ja. Yeah. Oh. Ik sta hem erin gaan. Jee, wat een lekkere goal, hè. En nu telt hij. Nu past hij wel. Geen vlag. Oh, lekker, hè. Fluit van de scheid. Maar een lekker goaltje. Die wordt gevierd hier zo. We zijn er blij mee, de mannen. Stef Nijland schildert hem de verre hoek in. Scorebord is er van uitgevallen. Ja. Staphorst. Wispel. Zo. De pantoffel. Piotr op zijn post. Zeker nog niet gedaan hier. Nou, de voorsprong is er. En nu nog een minuut of... Wat doe je daar, hé? Net heb je het gedaan en hij redt het weer. Wat een knotsgekke tweede helft hier. Hij stelt zich op ongelukkige wijze. Handje in de lucht. Oh, sorry. Dit is weer een prachtige bal van hem. Oh, dit is net te scherp. Nou, terug in de... Nee, ja hoor, het is tijd. De punten blijven hier in Ermelo. DVS wint met 1-0 van Staphorst.